lopen daar. Met de voet, zoals het hoort. Onderschept door Leenhoff. Dat kan wat worden. Hans-Peter Leenhoff. Severens! Jawel, en een doelpunt. Onverwachte doelpunt. Onverwachte goal voor Antwerp. U ziet het, die terugspeelbal naar de keeper. Het is en blijft gevaarlijk. En Antwerp 0-1 voor. En in die eerste 11 minuten was Antwerp baas. Daar kreeg Godard de bal. Dan gaat het laag. Slecht in de voeten van Hans-Peter Leenhoff. We denken even, die gaat het zelf afmaken. Maar die ziet Sisse Severijns. Hoge knal in het doel. En 0-1 voor Antwerp na 12 minuten spelen. Leonard. Van Rooij. In buitenspel van Gosses. Teruggelegd voor Leonard. Daar is de voorzet. Betanjo. Weet je nog waar de bal is? Hij is er door. Betanjo. Gaat mee. Het stadion roept. En krijgt een strafschop. Goedals wijst naar de strafschopstip. Wordt daar belaagd door 4-5 Antwerpspelers. En er gaat nog een gele kaart vallen voor Nico Broekaert wegens dat protest. Maar penalty voor Standaard. De beslissing is genomen. Dan krijgen we het opnieuw. Betanjo vechtend en vroetend gaat daar neer. Emmerichts zo te zien. En strafschop voor de thuisploeg. Frans van Rooij. In de gelegenheid om zijn ploeg terug te brengen tegen zijn oude ploeg. Met links. In de linker benedenhoek. En het staat opnieuw gelijk. 1-1. Standaard houdt zijn voet op het gaspedaal. Frans van Rooij mag de vierde corner nemen voor de thuisploeg. Vervoort met links. Leonard over het kader. Kwam daar met wat geluk in balbezit, maar dan pats tegen het doelkader van Stojanovic. Enorme kans weer voor Standaard. Daar krijgen we het opnieuw, de hoekschop. Krijgen die niet voluit weg daarbij, Antwerp. Van de Vervoort die schiet en dan Leonard pats op de kruising. Ingooi Rednitsch, terug tot bij Genoa. Spelen ondertussen bijna 33 minuten. En de stand nog altijd 1-1. Snordigheidje daar van de Mol. En Leenhoff weg. En Severens is ook weer mee. Hans-Peter Leenhoff gaat zelf schieten. Gaat die bal binnen? Nee! Tegen de lat. En dan Vincent. Nog niet. Nog niet. Onvoorstelbaar wat hier toch allemaal gebeurt. Kijk nu nog eens naar die vlijm. Scherpe counter naar dat missertje van Stefan de Mol. Hans-Peter Leenhoff weg. En dan twee keer de lat. De laatste keer Willy Vincent. Open goal, maar tegen de dwarslat. Ja, Leenhoff wint het daar van Vervoort. Hans-Peter Leenhoff. Van onschatbare waarde voor Antwerp. Daar is het schot en daar is het doelpunt. Hans-Peter Leenhoff. Ik zei het, van onschatbare waarde. Lopen, blijven lopen. Goed voetballen. En Godard een tweede keer geklopt. Weg ging hij van Vervoort en dan het schot met links, laag en voorbij Godard. Voor Hans-Peter Leenhoff zijn vierde competitiedoelpunt. En Antwerp opnieuw op voorsprong. En ze blijven maar vuurpijlen afschieten aan beide kanten, vooral die van Antwerp. Daar is de vrije trap. Severens, die bal gaat binnen. Naar de grond gekopt en 1-3 voor Antwerp. Sisse Severens. Zijn tweede goal van de avond en Sisse is er blij mee. En ondertussen vertrekt weer een vuurpijl van beide Antwerp supporters tussen het publiek. Onvoorstelbaar. Maar hier krijgen we de herhaling en nog eentje tussen de supporters. U neemt me niet kwalijk dat ik even wegkijk van de monitor. Er worden maar vanuit die spionkop vuurpijlen geschoten tussen de mensen. Ongehoord is het. Vandaar vertrekken die pijlen gewoon tussen andere mensen. Tussen schabouwelijk. En goed als heeft ondertussen het spel stilgelegd. De treinafgevaardigde wordt erbij gehaald, maar er is al 10 keer gevraagd om ermee te stoppen. En nog een. Ze zouden dat in beeld moeten kunnen brengen. Walter Meeuws en alle spelers gaan nu naar die spionkop van waar dat die pijlen vertrekken. En Goedals haalt de spelers van het veld en heeft
Vardori, overschot van gelijk. Krijgt een staande ovatie, Goedals, van het thuispubliek en ook van mij. Scheidsrechter Guy Goedals heeft de zaak 10 minuten laten bekoelen en we gaan het nog eens opnieuw proberen. Betanjo, Vos en het blijft niet lopen bij Standaard. En het thuispubliek heeft al een paar keer zijn ongenoegen laten blijken en horen. Daar Sijnvrijns weer, wordt dat 1-4? Jawel, 1-4. Derde doelpunt voor Cisse Sijnvrijns. En Standaard eigenlijk simpel afgemaakt. We spelen alles bij elkaar geteld, zo'n 13 minuten in de tweede helft. Daar Gilbert Bodaar een vierde keer verslagen. Een derde keer door de Cisse. Het wordt een beetje zijn avondje. Een hat-trick voor hem, maar wel geen zuivere. Dinga, ingevallen voor de geblesseerde Michael Goossens. Pister. Kiekes met het hoofd. En dan Antwerpen weer met Van Verdegem. Sijnvrijns die wacht, geen buitenspel. Vervoort, die mist. Het is daar van achter Kaas met gaten bij Standaard. Sijnvrijns wordt het nummer 4. Alsjeblieft. Cisse Sijnvrijns, 1-5. En Standaard, ik heb het daar straks al gezegd, simpel afgemaakt. Een ploeg die de touw hangt op dit moment en niet meer weet of het vrijdag, zaterdag of zondag is. Wat wij weten, het is 1-5, de vierde goal van Cisse.